naar de vertrekhallen. Zo heftig dat ik echt een beetje van mezelf schrok. De laatste vlucht. Is je cracker lekker? Nah, zeg joh! Dag liefie! Zo, olé olé. Jack ligt in bed. Ik heb echt vandaag de kou in mijn lichaam en ik krijg hem er gewoon niet uit. Kennen jullie dat? Dat je gewoon rillingen blijft hebben de hele tijd. Koffietje pakken, actie in de taxi. Ik ga even editen. We gaan zaterdag op vakantie, dus ik heb echt best wel een drukke week met allerlei dingen gepland die nog even geregeld moeten worden. En dan natuurlijk ook nog de vlogs die een beetje vooruit geëdit moeten worden. Ik weet niet wat ik daarvoor verbinding heb, dus het zou best eens kunnen zijn dat ik zoveel mogelijk vooruit moet werken en misschien wel een vlogje mis. Maar daar ga ik niet vanuit, want het is nog nooit gebeurd, hè? Ja, mijn ware aard. Onze hond gaat heel vaak in de tuin in plaats van uitgelaten worden. Oh, er moet echt weer verandering in komen. Dag kruidentuinmeisje. Zo. Blijf haken. Een ander plantje. Ah, maakt niet uit. Oh, as you can see, we zijn even boodschappen aan het doen. Even snel tussen de bedrijven door. Jola is even een cadeaukaart aan het halen, want die heeft een verjaardag van de week. Ik was helemaal vergeten te vloggen, maar ik heb hier net even iets leuks gekocht. Ik zal zo nog wel laten zien wat het is. Oh, en dan nu dingetjes voor Jola, de verjaardag. Denk je heel eventjes een paar kleine cadeautjes te halen. En wat slingertjes voor Jol, de verjaardag. Ik ben alweer 50 euro verder, maar oké, ze zal het vast leuk vinden. Nee. Ik ga even Jola halen, goed? Ik ben echt zo terug, oké? Oké. Heel even Jola halen. Kusje. Oh. Vie? Echt zo terug. Kom op met papa hoor. Mama, Ellen. Kom op met papa. Ik ben zo terug. Zo. Jongens, ik geloof niet dat mijn dag nog stuk kan vandaag. Punk Jacks heeft namelijk echt het klokje rond geslapen. Wauw, ik wist niet dat het nog kon. En ik ga niet zeggen dat het vanaf nu zo is. Maar in ieder geval voor vandaag ben ik echt super opgeladen en heel erg blij daarmee. Ik zit nu in de auto van Bart. Ik ga namelijk naar Schiphol. Ik ga mijn nieuwe tablet ophalen. We hadden eerst een Samsung. En we krijgen nu een iPad en ik heb de laatste tijd niet zo vaak vluchten gedaan. Dus ik heb niet de kans gehad om hem om te ruilen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. I feel it coming on. A dream can take so long. Zo, even in een briefingkamertje. Ik heb net echt super lang lekker koffie zitten drinken met allerlei zwangeren. Want de zwangeren hebben dat hier als extra, als vervangend werk, dat ze de tablets gaan veranderen. Dus, I'm waiting now for the iPad. So guys, dit is trouwens de gang van BMC. Dus waar alle stewardessen zich bevinden naar de vertrekhallen. Grappig hè? Ik ben even aan het kopen, jawel, babytandpasta voor Jack zijn eerste tandjes. En jawel, dit keer hebben ze wel de L. Hazel L. Kijk, de zon schijnen dan, mensen. Hou heerlijk. Dat doet ook weer goed, hè, echt. Een beetje zon gewoon op je huidje. Op naar de supercharger en dan ga ik in mijn eentje, dat kan ik vast,
laden. Oké, en nu we hier toch zijn, zo lekker aan het laden, dacht ik ga jullie even vertellen waarom ik nou weer 3 weken niet gevlogen heb. Ik was natuurlijk net lekker weer bezig. Mijn cursus gehad, mijn examens gehad enzovoorts. Maar ik freelance natuurlijk, dus het is sowieso altijd even een beetje de vluchten her en der pakken en hopen dat Transavia mij nodig heeft. Het is rustig geweest, maar er was nog een andere reden. En dat is ook wel omdat ik gewoon echt, ik vind het vliegen in combinatie met de gebroken nachten die ik heb gehad, vind ik echt heel erg heftig. Zo heftig dat ik echt een beetje van mezelf schrok, de laatste vlucht. Ik was niet helemaal lekker erbij. Ik zei af en toe gewoon, verkeerde namen. Ik durfde niet te speechen. En ja, zeker wanneer je gewoon terechtkomt in een stresssituatie, dan moet je wel gewoon 100% optimaal kunnen presteren. Dus het voelde gewoon niet zo lekker. Ik dacht, ik ga gewoon even, dat is natuurlijk het fijne van freelancen. Ik ga gewoon even weer wat rustiger aandoen met de vluchten. Dus, en nu heb ik toevallig vannacht goed geslapen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het meteen helemaal weer goed is. Dus ik doe het nog even een beetje rustig aan. We gaan natuurlijk op vakantie zaterdag. Dus wellicht dat ik het na de vakantie gewoon weer oppak en gewoon weer vluchtjes komen. Misschien dat sommigen van jullie het niet eens merken. Maar ik heb best wel veel berichtjes gehad van anderen die daar heel erg naar uitkijken. Omdat ik toch wel een groot gedeelte aan volgers heb die heel erg wachten op het vliegen. Dus dit even voor jullie. Het komt er weer aan. En omdat ik gewoon niet al te veel vluchten altijd doe, ben ik wel van plan om wat andere video's te maken die wel wat meer ingaan op het stewardess zijn en het wereldje eromheen. No. Elke als ik het doe of wat? Wie heeft dit nog meer? Is dit normaal? Dat een baby de hele tijd nee schudt? Laat ons alsjeblieft weten in de reacties, want anders moeten we misschien toch weer naar de huisarts. Voor elk wisselpasje gaan we. Hij schudt nu de hele tijd nee. Nee, moeten we niet naar de huisarts? Nee. Is je cracker lekker? Nah, zeg joh. Moet Jola vandaag een turnen van jou? Ik ben weer terug onderweg naar een winkel waar ik gisteren wat had gekocht. Die winkel. Want volgens mij ben ik daar iets vergeten. Ik hoop dat het hier nog ligt. Ik heb nieuwe, in ieder geval deze. Maar kijk nou hoe leuk. Dit is dus die ik gisteren had gekocht. En deze erbij. Dan gaat hij zo op de muur. Superleuke winkel dit. Zoals altijd heb ik geen idee hoe ik dit gehangen precies nog. Maar het is nu even zo. Daar hangt er een. Daar en daar. I don't know. Een beetje raar verdeeld zo. Maar oké. Zorg voor later. Ik ben Jax even eten aan het geven. Bloemkool met rijst en kaas en basilicum. And he loves it. Ik heb trouwens overigens vandaag echt geen kont gedaan. Ik was dus bij Transavia. Het was super gezellig. Daardoor en door dat ik gewoon de rest van de dag ook niet echt van de grond ben gekomen, zeg maar. Heb ik niks gedaan. Dus, dat wordt vanavond even werken. Gaat het goed daar? Die spelen tegenwoordig met elkaar. Maar dat moet je wel een beetje in de gaten blijven houden. Hoi, gaat het goed? Oh, hij likt je hand af. Omdat je net gegeten hebt natuurlijk. Ga je wel zachtjes doen? Nee? Niet pakken bij zijn oor, schat. Zo heerlijk, joh, dat hij een beetje aan het spelen is de laatste tijd. Och, wat een verschil is dat. Ik ga even dit kastje opruimen hier. Heb ik tenminste nog iets gedaan. Eet smakelijk, joh. Eet smakelijk. Hallo, hé. Alles goed, Jax? Goed. Alles goed, Jax? Zo, lieve mensen. Ik heb gewoon nog 2 uur. Ja, ruim 2 uur zitten editen alsnog. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want ik wil een beetje vooruit werken voor de vakantie. Dus het was echt nodig. En dan nu nog even een dehangertje kijken. Ik ben aan het wachten op Bart. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. See you later. Ik ben er wel dagen even kwijt. Het is vandaag dinsdag, dus woensdag. Tot dan! Rock that joint.